Hoi, gisteren hadden we het over de tuin sproeien. En vandaag wou ik met jullie een vijver gaan tekenen. Als we het dan toch over water hebben in de tuin. Hoe kan je nou een vijver tekenen met waterlelies, riet? Laten we het gewoon gaan doen en teken gezellig mee. Ja, een vijver. Hoe teken je nou een vijver? Nou, laten we eerst eens beginnen met de vorm van de vijver. Ja, dat is vaak zoiets. Hoplakee. En in die vijver kunnen we wat waterlelies tekenen, zo. Een bloem, waterleliebloem. Nog een blad, waterlelieblad. Mogen er best een paar zijn natuurlijk, zo. Een beetje het effect van een vijver te krijgen. Er kan wat riet in de vijver staan. Nou, meestal staat dat aan de kant. Dus laten we dat dan ook zo hier aan de kant tekenen. Soms hebben we daar nog riet ook met een van die sigaren erin. Lange riet dingen met een sigaar zo. Vaak nog wat stenen rond zo'n vijver. Om wat schaduw aan te geven. En je kan hier ook weer de spiegeling aangeven, zo in zo'n vijver. Dat is natuurlijk altijd, geeft gelijk het effect van hé, het spiegelt iets in die vijver. Zo. Je kan ook nog kiezen voor een fonteintje waar dan water uitsproeit en dan krijg je hier natuurlijk van die rimpeling op het water. Zo. Dan mag hier en daar toch wel wat rimpeling in het water zitten natuurlijk. Je kan ook nog kiezen voor een waterval. Dat is, hadden we het hier een beetje open moeten laten en dan kan je zo zeggen van nou, er stroomt water in die vijver. Dat komt van hoger af, dat water. Zo, ook weer met rotsblokken en steenpartijen. Dat is iets lastiger tekenen, waterval. Zeker omdat ik nu niet met kleur werk natuurlijk. Je kan nog kiezen voor een mooie vijverrand van steentjes. Je hebt soms van die stepstones of van een vijverrand, zo aan je terras. Kan je ook echt aan het water zitten. En hier heb je dan begroeiing, dus daar heb je die vijverrand niet. Zo. Nou, zo hebben we wel een aardige vijver. Dan heb je ook wel echt wel een idee, weet je, van een vijver zo. Ik zou zeggen, ga zelf even eens aan de slag met een vijver. Ga zelf eens vijvers tekenen. Ga eens kijken hoe naar verschillende vijvers op zoek op internet. Hoe ziet de vijver eruit? En je hebt ook rechte vijvers natuurlijk. Zwemvijvers. Ja, dan heb je al bijna een zwembad. Ga eens kijken wat er ook voor beplanting in zit. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.